Welkom bij de prijsuitreiking van de Home Horeca verkiezing 2009. De bezoekers van Gaysite hebben het afgelopen jaar hun meest favoriete zaak kunnen kiezen. In 4 categorieën. Gay sauna's, gay discotheken, gay cafés en natuurlijk gay parties. We staan nu in Arnhem voor de deur van Sauna Steamworks. Het is koud, ga je mee naar binnen? Voor het derde jaar op rij, de eerste prijs in de categorie gay sauna's, Steamworks. Arnold, gefeliciteerd alsjeblieft. En er hoort natuurlijk ook nog een reclamebudget bij van 1000 euro. Gefeliciteerd 3 keer op rij. Hoe krijg je dat voor elkaar? Ja, hoe je dat voor elkaar krijgt, dat is lastig te zeggen. Ik hoop dat het komt door klantvriendelijkheid, gastvrijheid, service. En dat de mensen ook echt zien dat we er ook echt voor gaan. Het vierde jaar? Ja, dat zou heel erg mooi zijn. Dus we gaan weer ons best doen, hè? En dan maar hopen dat het gewaardeerd wordt. Nogmaals gefeliciteerd en wie weet tot volgend jaar. Is goed, hartstikke bedankt. Voor de winnaar in de categorie Gay Cafés blijven we in Arnhem, net bij Steamworks. En nu staan we bij Café Capella, de winnaars. En ze staan binnen aan het feest. Ga je mee? Ron, Capella Café in Arnhem is dit jaar het beste, het meest populaire gay café in Nederland. Gefeliciteerd daarmee. Ik heb een prijs voor je, een mooie plaquette, alsjeblieft. Neem die in ontvangst. En natuurlijk ook de 1000 euro voor een advertentiecampagne op Gaysite. Enorm gefeliciteerd met deze prijs. Hoe voelt dat? Ja, geweldig. Heel onverwachts eigenlijk. Maar ik sta er verbaasd van, maar ik vind het echt helemaal super. Onverwacht? Je verwacht niet dat je de leukste tent van Nederland bent? Nee. Je denkt er zijn zoveel tenten in heel Nederland. 200-300 misschien wel. Dat gaan we nooit redden, maar voor mij was het een totale verrassing. Nou, als ik zo om me heen kijk, voor mij niet. Het ziet er heel gezellig uit. Wij gaan een feestje bouwen samen. Nogmaals gefeliciteerd. Dankjewel. Inmiddels staan we in Apeldoorn bij de winnaar in de categorie Gay Discotheken, Club Entrance. En volgens mij is het feest in volle gang. Weer de eerste prijs gewonnen, gefeliciteerd daarmee. Hoe voelt dat? Ja, dat voelt weer helemaal geweldig. Het was wel weer een grote verrassing, ik had het eigenlijk niet verwacht. Het was ook een spannende strijd dit jaar, spannender dan vorig jaar volgens mij. Maar ja, het is natuurlijk hartstikke leuk om het weer te winnen. Het is een bevestiging van dat we toch goed bezig zijn hier in Apeldoorn. De winnaar in de categorie Gay Discotheken bij de Home Horeca verkiezing 2009. Daar hoort natuurlijk een plankette bij. Alsjeblieft, geef hem een mooie plek. Daarbij hoort natuurlijk ook een prijs, 1000 euro, te besteden op Gaysite. Nogmaals gefeliciteerd met de eerste prijs en wie weet tot volgend jaar. Ja, nou, ik hoop het wel. En dan de laatste winnaars in de Home Horeca verkiezing 2009 in de categorie Gay Parties. Het populaire panfeest in Utrecht. En volgens mij moeten we hier zijn. Jullie zijn weer de winnaar geworden in de categorie Gay Parties. De meest favoriete gay party van Nederland. Gefeliciteerd daarmee. Ik heb hier de prijs, alsjeblieft. Neem hem in ontvangst en geef hem een mooi plekje. Waar heeft Panfeest zijn populariteit aan te danken? Nou, bij Pan is het heel duidelijk wat je op een avond krijgt. En daarnaast, ja, het is heel laagdrempelig. Je kan hier gewoon heen met de hetero vrienden wat je wil. Iedereen heeft respect voor elkaar en dat is echt wel het succes van Pan. En natuurlijk bij een eerste prijs horen bloemen. Alsjeblieft, nogmaals gefeliciteerd. En we gaan er een gezellige avond van maken. Zeker doen, dat gaan we zeker doen. Dankjewel. En dit was het weer, de prijsuitreiking van de Home Horeca verkiezingen 2009. Ook jij kan je stem laten horen. Surf naar gaysite.nl en bepaal wie dit jaar de winnaars zijn. En wij feesten nog even verder.